Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verberta. En deze keer gaan we kijken naar een heel handige vectorbewerking, namelijk het uitproduct. En het uitproduct bij vectoren is vrij simpel en snel te doen ding in de meeste gevallen. Maar je moet wel even opletten wat je precies aan het doen bent. En een van de eerste om even rekening mee te houden is dat je je assenstelsel goed tekent. Dus z as is omhoog, i as is opzij en de x as is dat ding dat een beetje scheef erin en eruit steekt. Maar goed, wat is nu een uitproduct? Ik zal hem eigenlijk eerst even laten zien, gewoon puur grafisch. Door twee vectoren te tekenen. Deze kleur is een beetje onduidelijk, dus ik switch even van kleur. Dus door twee vectoren te tekenen. En het uitproduct is het product dat je krijgt als je deze twee vectoren vermenigvuldigt. Maar beter gezegd, als je deze twee vectoren, als je die pakt en daar het oppervlak van gaat bepalen. En dan het oppervlak wat je krijgt in het parallelogram dat die twee vectoren maken. En dit kunnen we daarnaast ook nog een keer netjes aangeven. Namelijk, stel ik heb hier vector A en ik heb hier vector B. Dan is het uitproduct van A en B, en dat geven we aan met een duidelijke x als keer. Het uitproduct van a en b is deze pijl die ik hier nu teken. Dus deze vector. En dat kun je op verschillende manieren berekenen. Namelijk de verschillende manieren die er zijn om te berekenen zijn. Ten eerste dat je natuurlijk de simpele pakt. En dat je gewoon zegt, oké, dat is de absolute van a, waarde van a. Niet keer of uit, maar keer de absolute waarde van b keer de sinus van de hoek tussen de twee. Dus in dit voorbeeld kunnen we bijvoorbeeld zeggen van stel de absolute waarde van, stel vector A is de vector, ik ga het maar heel even bijzetten. Even kijken, ik vind het wel mooi als we hem maken 5, 0, 0 en de vector B, dat is een vector 0, 3, 0. Dus de absolute waarde van A is 5 in het kwadraat plus 0 in het kwadraat plus 0 in het kwadraat. Daar de wortel van. Jullie kennen het trucje wel. Dat is gewoon 5. En de absolute waarde van B is 3. En ze staan onder een hoek van 90 graden. Dus het uitproduct in dit geval, als we het in een rekenmachine inkloppen, is gewoon 15. Maar nu hebben we een waarde en we kunnen wel tekenen van, oké, dat is loodrecht erop, dus we tekenen hem ook echt deze kant op. Maar dit is misschien niet altijd de handigste manier. Er is nog een tweede manier van dit uitwerken en die tweede manier, dat is er helaas een die wat meer moeite en tijd kost. Dus daarom ga ik eerst even wat naar beneden scrollen en ga ik eerst even een dingetje opschrijven en kleurig gecodeerd opschrijven. Dus dit kan wat langer duren. Dus het kan zijn van, als het lang duurt, ga gewoon lekker doorspoelen. Maar ik pak even de vector A. En de vector A, die laat ik bestaan uit A1, A2 en A3. Weet je wat, ik maak er even AX, AI en AZ van. En de vector B, die gaan we vanzelfsprekend BX, BI en BZ noemen. En het uitproduct van deze twee kunnen we nu als volgt doen. Het uitproduct van A uit B, dat is, daar komt hij, niet ervan. Ik ga heel eventjes een dubbelcheck doen of dit volledig in jullie beeld gaat zijn. Ja, het is volledig in jullie beeld. Oké, de kleurgecodeerde versie. We beginnen eventjes met de eerste. En de eerste, dat heeft te maken met AI min. Oeps. Ik moet, dat wordt een leuke ramp. AI min
BZ. Verkeerde kleur. Ziet alweer gelijk. Min. Nee. AI keer BZ. Leuk dat ik. Ik ben te veel op mijn kleurtjes aan het letten en te weinig op wat ik voor de rest aan het doen ben. En dan min AZ keer BI. Dus AZ keer BI. En dan hebben we de x van de vector. Dan doen we dat nog een keertje voor de y van de vector. En voor de y-richting van de vector gebruiken we AZ keer BX. Dus dat is AZ, dat is deze, keer BX, dat is deze mooie rode. En daar gaan we natuurlijk ook wat van aftrekken. En wat we daarvan aftrekken, dat is AX, of AX keer BZ. Dus dat trekken we vanaf, min AX keer BZ. En voor de z-coördinaat gebruik ik natuurlijk alleen nog maar de x en de y's. Misschien hadden jullie zo door dat we namelijk bij de x alleen maar y en z hadden. Bij de y alleen maar z en x. Dus bij de z hebben we alleen maar x en y. En dan hebben we ax keer bi. Dus ax keer bi min AI keer BX. Hup, daar gaan we. AI keer BX. Dat is die. Heb ik nu alle kleurtjes goed? Ja, nu heb ik hem helemaal te pakken. En dit is de standaard manier van het uitproduct, een vector, altijd kunnen berekenen. Als je een simpele vector, eigenlijk een 3D-vector hebt. En dit is wat het meeste voorkomt. Voor hogere machten kan ik hem ook nog wel een keertje uitwerken. Maar dat ga ik nu niet doen. Dat doe ik alleen als hogere machten. Meerdimensionale vectoren, laat ik daar eens op houden. Ga ik alleen doen als er echt vraag naar is. En voor die tijd niet. Want dat worden zulke bakken met dingen die je tussen de vectoren mag schrijven. Maar er zit gelukkig wel een bepaalde logica in. Oké. Gaan we dat doen voor deze twee vectoren die we hebben. En ik ga dat niet kleurig gecodeerd doen, want dan worden we helemaal gek. Maar het uitproduct van A uit B, is trouwens anders dan B uit A, is AI, dat is 0, keer BZ, dat is 0, min AZ, die is 0, keer BI. Is 3. Dan de volgende. AZ keer BX. AZ is 0. BX is 0. AX is 5. En BZ. Nou, 0. Dus het schiet lekker op. En dan hebben we als laatste AX keer BI, dat is AX is 5, BI is 3, en dan AI is 0, BX is 0. Dus uiteindelijk houden we over de vector 0 min 0 is 0, 0 min 0 is 0, 15 min 0 is 15. Dus dan houden we over de vector die we hier ook getekend hebben staan. En dat is dit mooie lange ding omhoog. En die zou een lengte van 15 horen te hebben. Goed, dit zijn twee manieren om het uitproduct te bepalen. Ik ben Willem van voorbeter.nl. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.